Een 40-koppig rechercheteam doet onderzoek naar de brand die gisterochtend rond 3:15 ontstond in het gemeentehuis van Waalre. Op de locatie zijn bij de ingangen van het gebouw 2 brandende auto's aangetroffen, waar de politie graag meer informatie over wil hebben. Het gaat om een zwarte Volkswagen Golf met het kenteken 42JJZK en blauwe Volkswagen Bora kenteken 11RHNK. Uit onderzoek is inmiddels duidelijk geworden dat de auto's in de late avond of vroege ochtend voor de brand zijn gestolen. De zwarte Golf is weggenomen vanaf de Venuslaan in Eindhoven en de Volkswagen Bora is in Geldrop op de Wielerwaal gestolen. De politie wil graag in contact komen met mensen die iets gezien of gehoord hebben dat met de diefstal van de voertuigen in Eindhoven en Geldrop in verband gebracht kan worden. Ook is het team op zoek naar mensen die één van de auto's of beiden in de late avond of vroege ochtend voorafgaand aan de brand hebben gezien. Kunt u hierover iets vertellen en heeft u mogelijk ook meer informatie over de inzittende? Neem dan contact op met de politie via 0800 6070 of via de criminele inlichtingeneenheid op 079 3458 999. Wenst u liever anoniem te blijven, bel dan 0800 7000.